die school. We hebben een interview gedaan met onze directeur. Meneer Luc? Waarom? Op welke datum gaat de oude gebouw aftrekken? De precieze datum weet ik daar niet van, maar dat het in 2010 zal gebeuren, dat staat nu wel vast. Het stond vandaag ook in Brussel deze week dat de gebouwen zullen afgebroken worden. Dus ik denk dat dit na de grote vakantie zal zijn. En de afbraak zal ongeveer 2 maanden duren. Wat moet je doen voor directeur te zijn? Om dat te worden bedoel je? Ja. Goh. Ik denk dat je moet solliciteren naar een job van directeur. En het spreekt voor zich dat je dan eerst onderwijzer moet zijn, die juf of meester moet zijn. En dat je dan, als jij vindt van, goh, ik denk dat ik wel iets meer kan doen dan alleen voor de klas gaan staan, dat je dan moet solliciteren en hopen dat jij gekozen wordt als directeur van de school. Vind je het leuk om directeur te zijn? Ik vind het wel leuk om directeur te zijn. De ene dag is natuurlijk leuker dan de andere. Als ik mij boos moet maken op kinderen en dergelijke, omdat die niet doen wat ik vraag of wat de afspraken zijn, is dat minder leuk. Maar meestal vind je dat wel heel leuk. Omdat je dan als school ook een beetje kan sturen en helpen veranderen. En nu gaan jullie praten over het voetbalveld. Het voetbalveld is in het speelplaats. En maandag is het aan eerste tegen tweede. En dinsdag 3e tegen 4e en donderdag 5e tegen 6e. Het voetbalveld is een beetje klein en als we vechten mogen we niet meer spelen. Ik ga praten over Tuka. Tuka is geboren in een vrijdag in 2009, de eerste vrijdag van het schooljaar. Die kwam om te praten over lief te zijn. We hebben gemaakt een hutje daar in de speelplaats van Tuka. En we hebben kunnen een klein stukje zingen. Tuka, 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 ranevogel. Tuka, 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 wie ben je? Ik ben een grote snavel en daarom onderstreep. Welkom bij het grappige weer. Nu ga ik jullie vertellen over het weer. In Brussel ga ik leggen een zonnetje, want dan kunnen we samen met de klas naar de park gaan. Regen? Zon, ja, voilà. Ik heb gelegd zon, jullie weten waarom. En nu ga ik ook in Antwerpen leggen en dan kunnen de kinderen van juf Greet ook naar de park gaan. Voilà, ja. Ik heb gelegd een zon en wolkje, want dan kunnen we meer zon hebben en dat is beter. En ik ga ook bij Luxemburg iets leggen. Ik ga leggen sneeuw, want dan kunnen we daar skiën. En om te skiën hebben we twee handschoenen en een muts en een lange sjaal om je lekker warm om te skiën. En de pannen, we zijn al gegaan naar de zeeklasse, dat is niet meer belangrijk. Ik leg maar een regen. En voilà, en dan kan het hoger. Voilà. Het is nacht. Het pak is bijna aan het slapen. Dan bent hij niet kom. Dan loopt hij tot bij het trakket. En dan telt zijn opa af. 3, 2, 1. Go! Dan vliegt hij rechtstreeks naar de maan. Dan is hij bij de maan. En stapt 20 meter weg. Dan ziet hij dieven die de maan willen stelen. Ze willen van de maan een fabriek maken. Wat is dat? Het zijn dieven. Ik wist niet dat er dieven op de maan waren. Dan gaat hij ze veranderen in een superheld. Hij gaat bij de dieven en zegt stop. Dan vecht hij met de dieven. En de dieven gaan weg. Dan applaudisseren de mensen heel hard. Bravo! 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 Hallo iedereen, welkom in ons kookprogramma. Ik ben Shakina. Ik ben Madison.
Ik ben bij jullie. Vandaag gaan we koken verloren brood. Eerst moeten we de eieren kapot doen. Kloppen, de eieren kloppen. Oké. Nu neem je de melk. Zo. Nu neem je de brood. Verwarmen op 3. Je mag de brood in de melk zetten. Voilà. In de eieren. Ja. En in de bord. Volgende nu. Voilà, kijk eens het bruin is. Leuk. Kijk de dingetje wat je vast te leren. Ja. Pak maar je. Papa, kijk hier. We zijn hier en we weten niet waar onze kamers zijn. Hoe kunnen jullie ons doen?